Dans kan verscholen zitten ook in het alledaagse, in kleine dagdagelijkse rituelen of kleine handelingen die we bijna onopgemerkt uitvoeren. Dat zien we ook in de film van Yvonne Rainer, Hand Movie van 1962. Yvonne Rainer was een Amerikaanse danseres en choreografe die op een bepaald moment door een blessure aan haar bed gekluisterd was. Zij besloot om een handchoreografie uit te voeren en haar hand allerlei kleine gestes te laten doen. En als het ware, het hand vervangt het hele lichaam. Wat kunnen handen ons nog meer vertellen? We zien dat ook in de reeks van Michel François, waar een aantal handgebaren en poses van het lichaam ons misschien iets vertellen over de mentale staat van de personages die worden opgevoerd. Of in het werk van Michael Bormans, Wet Hand, Green Hand, dat zeer enigmatisch is. Wat zijn de handen die daaruit uitvoeren? Handen en kleine dagdagelijkse handelingen kunnen soms een heel verhaal vertellen en kunnen ons soms ook iets zeggen over onze mentale staat.